En altijd als ik een schreeuwer zie met een alternatief voor de democratie, denk ik, jouw paradijs, hoeveel ruimte is daar voor Ben Ali Libi, de goochelaar? Ben Ali Libi, die arme smiel. Hij rust in vrede. God hebben zijn ziel. Wat weinig mensen weten is dat Ben Ali Libi ook echt bestaan heeft. Zijn echte naam is Michel Velleman. Hij is in de Tweede Wereldoorlog opgepakt bij een razzia en omgekomen in vernietigingskamp Sobibor. Het gedicht was voor filmmaker Dirk-Jan Roeleven een aanleiding om op zoek te gaan naar het verhaal achter de goochelaar. We zijn gewoon gaan zoeken, ja, wat voor familie was dat, die familie Velleman. En waar heeft hij opgetreden? En er is gelukkig nu, tegenwoordig is er heel veel bekend en er is heel veel bewaard gebleven van al zijn optredens. En hij heeft hier opgetreden volgens mij hoor, Concordia. Ik heb het niet bij me, maar het zou mij verbazen als het niet zo was. Het gaat erom dat mensen dit zien en zeker in de tijd waarin nog steeds antisemitisme aan de orde van de dag is. Dat is onbegrijpelijk als je gezien hebt wat er met deze Joodse goochelaar is gebeurd. Wat een totalitair systeem, wat mensen elkaar aan kunnen doen. En dan zie je nog steeds dat er op straat van alles en nog wat gebeurde. Nou ja, daarom vind ik dit een belangrijke film. De première in Enschede werd omlijst met tekst en uitleg door de filmmaker zelf en met muziek. Diet Gerritsen zong over Ben Ali Libi. Bij de première was ook Hans Wilming aanwezig, de broer van Willem Wilming. Op hem maakte de documentaire veel indruk. Het is ook heel gelijkertijd typerend voor Willem zijn werk, maar ook heel bijzonder omdat het gedicht in, en niet alleen verdriet enzovoorts, maar op het eind ook een soort woede uitkomt. En dat maakt het gedicht heel aangrijpend. Als je dit ook gezien zou hebben, hoe het nu gebruikt wordt, zeg maar, in zo'n documentaire en dan ook in de herdenking op 4 mei. Zijn vrouw Wopke heeft al gezegd, dan zou die in de hemel, als hij daar zit, zou die daar lekker een duveltje bij drinken. Ik vind dit ook eigenlijk, behalve dat het grote belang dat het een betekenis heeft in die herdenking. Ik vind dit echt een monument voor hem, zeg maar, die documentaire. Ik vind dat ze dit gedaan hebben, is voor hem heel bijzonder. De documentaire gaat nu het hele land door en is 4 mei te zien op de landelijke televisie.